Wat is er precies allemaal gebeurd? Nou ja, er is een diefstal gepleegd hier. En er zijn 15 schilderijen verdwenen, gestolen. En politie erbij gehaald natuurlijk. En er is helemaal geen inbraak, niks. Dus ze zijn met sleutels erin gekomen, kan niet anders. Want er is geen raam, niks is geforceerd, ook niet voor de deuren. En ja, het is heel vervelend. Dus dat is eigenlijk in het kort. Er zijn 15 werkstukken zijn er meegenomen. Ik zal je vertellen, volgende week word ik 80 jaar. Ik denk mijn vrouw Pagijntje uitgehaald. Die heeft natuurlijk ergens in de galerie. En daar hangt mijn werk en daar weet ik niks van. En dan neemt ze me mee volgende week. 5 juli ben ik jarig. En dan is het dan verrassing of zo, weet ik veel. Dat dacht ik echt. Dus ik was eigenlijk een beetje blij. Dat, ja, ik denk, dat is toch grappig. Dus ik kom thuis en zeg tegen mevrouw. Ik zeg, zo en zo is het geval. Nee, zei ze, daar heb ik echt niks mee te maken. Dat, echt niet. Nou, ik zeg, dan ga ik de politie bellen. Dit zijn de gestolen werkstukken. Kijk, misschien kan je dat even op de film gooien. Zo. Dit zijn de 15 stuks van ja, 15 stuks. Ja. Zo makkelijk gaat dat. Zo makkelijk gaat dat. Precies wat je zegt. Mm. Nou, dus maar ook helemaal geen sporen van inbraak en dat soort dingen? Nou, je hebt de politie al bekeken. Mm. Je ziet het ook. Er is helemaal niets te zien. Niks. Mm. Gek, hè? Het is heel gek. Enfin, dan gaan we naar binnen. Nou, zij zijn naar binnen gekomen. Zij zijn meteen, denk ik, want dit hebben ze allemaal laten staan. Dit werk. Hebben ze niet nagekeken. Ze zijn meteen vanaf hier zo, hebben ze gebladerd in dit werk. Heel raar. Ze hebben alles, dus ze hebben de goede dingen, tenminste voor hun, eruit gehaald. En hebben ze dit weer heel netjes naar binnen gezet. Dus het is ook geen heel vlug. Als je echt steelt, heel vlug. Nou, dan haal je het allemaal eruit, flikker je gewoon neer en je reent weg met 15 schilderijen. Ja, dit is echt heel goed uitgewerkt, lijkt het wel. Dat is heel netjes gegaan. Ja. Maar ja, jongens, weet je dat het allerergste is? Het is heel emotioneel. Het is werk waar ik helemaal 100%... Het is niet zomaar een stukje linnen met een beetje verf erop en dan lekker voor de verkoop. He, en dat dat dan echt voor de handel is. Nee, ik schilder dus allemaal dingen die uit mijn gedachten komen, uit mijn ziel komen. En dat is belangrijk. Dus die emotie, die zit bij mij natuurlijk... Je hebt iets uit mijn leven weggetrokken. Dat is nog meer pijn natuurlijk. Ja, zo is dat. Ja.